Hey, welkom terug bij een nieuwe vlog. Ik zie er niet echt uit, want ik ben net van de gitaarles teruggekomen. Vandaag was niet echt zo'n speciale dag eigenlijk. Ik heb eigenlijk gewoon redelijk lang geslapen, denk ik. Zo tot zo rond een uur of negen. En dan ben ik eigenlijk gewoon nog naar Zwitserland geweest. Om ja, gewoon een keer gaan eten naar mijn oma. Ik had zo vandaag een vrijdag. Allee, ja, vrijdag. En dan ben ik zo rond 4:30 teruggekomen en dan had ik gitaarles. Het is nu 6:45. Dus ik heb gedaan om 6:30. Maar op het einde dat ik hier al vooral ook al ben en zo. En met dat buiten soms zo wijd, springt mijn baby haar natst omhoog. En geloof me, mijn haarlak kan het niet altijd tegenhouden van mij. En ook mijn haar moet echt dringend geknipt worden. Het is echt veel te lang. Het komt echt tot aan mijn gat. Dus telkens als ik uit de zee moet mijn haar naar voren leggen, anders heb ik een probleem, hè. Wat, morgen is ook een boring day, alhoewel. Het gaat wel nog leuk worden, denk ik. Dus, wat zit er morgen allemaal op de planning? Morgenochtend, dus zoals ik jullie in mijn vorige vlog heb verteld, heb ik dus meegedaan aan een boekvlog. Ja, was verplicht, was een opdracht. En omdat ik in de, een van de acht was, dat we niet echt per se de plaatsen geweten, alleen wie het eerste was en zo. Dus omdat ik in een van de acht zat, moeten we morgen naar die school gaan. Die heeft gestemd. En ja, moeten we zo een beetje gaan vertellen over ons, over ons boek en over die vlog en zo. Dus dat is om 8:30. En ik heb mijn les om 1:30 tot 3:30. En daarna ga ik me helemaal klaarmaken. Of toch een beetje klaarmaken. Want ik ga morgenavond naar het bal. Van school, alleen van school, het is echt van de studentenraad of zo, of studentenclub, ja, geen idee. Maar dus is het net vrij podium, denk ik. Allee, er is dus eerst zo'n kerstviering, maar ik skip dat dus. Maar ze zong mee in het koor, alleen zo van school. Maar dat gaat dus niet, je hoort wel, ik ben verkouden en ik heb zo'n luchtweginfectie en zo, dus dat wordt hem dus niet. De proclamatie heb ik wel meegezongen, het was al nog leuk. Met dat we dus met onze richting ook moeten kunnen zingen, is dat altijd wel ja, handig om mee te nemen. Daarna is het de kerstdiner, maar het zag er echt niet lekker uit. Dus skip ik. Ik ben echt heel zinnelijk om te eten. Dus nee, dat doe ik dus ook niet. En dan ga ik dus naar een, vrij podium. En dat gaan zo mensen van school gewoon meedoen met vrij podium en zo grappige dingen doen en zo. En ja. Dansjes en zingen zeker. Ja, ik weet het helemaal niet, ben er nog niet geweest. Dus ja, ben ik benieuwd. Ik vind dat ook wel leuk om een keer zo te zien van een ander. En dat is hier ook in het Torhout. En s'avonds is dan in een halabal. Dus ik wel zitten. Ik heb bij de week ook een kleedje. Ik had het op. Een kleedje. Ik had niet echt veel tijd om te shoppen, maar dan kijk ik in de blok zit. Nee, het blok. Ja, het is dit. Dit is mijn kleedje. Met een open rug. Allee, open rug, het is zo. Het gaat verwegen. Het staat me wel, denk ik. Dus ja, maar ik had dan nog geen schoenen uiteraard. Maar ja, ik heb dan... dit zijn mijn vaste schoenen. Ik meestal aan de andere kleedje, omdat ik hou echt van hen. Ik vind het zo mooi. Ik had het aan op de troep van Annelien. En Olivier, twee jaar geleden. Ik vond het echt zo mooi. Oh ja, en dan ga ik deze heel erop doen, denk ik. Mijn bondjasje. Het gaat koud zijn in morgen. Dan kan moeilijk. Alleen mijn kakkie. Die kakkievest erop doen. Ja, dat staat echt niet. Mijn schoenen worden waarschijnlijk deze. Kan je het zien zo? Dat lijkt misschien. Dat is ook zo glittering. Ofwel de schoenen van mijn vriendin. Ja, ik ga het zien. Ik ga ze gewoon al twee keer aan doen. En dan zie ik wel wat ik... tost vind, denk ik. Ja. Mijn kot is bij de wijn nog steeds een stort. Ik heb nog niet echt opgeruimd. Maar morgen. Ja, ik ben toch verplicht om op te staan. Dus ja, daarna kan ik. Ja, misschien een keer opruimen, zeker. Check in mijn nachtkast liggen nog vol. Oh, mijn knutsel. Ik heb zelf nog niet eens mijn afwas gedaan. Moet dat ik even zien, daar. Oh my god, ik ben zo vuil.
Nee, ik ben eigenlijk echt niet veel. Ja. Mijn eerder moet ik allemaal sparen. Om te knutselen, dus ja. Maar ik moet zeggen, dat stinkt eigenlijk wel niet. Of zou ruik het gewoon niet met dat mijn neus een beetje verstopt zit. Valt dus wel mee dan, hè. Oh. Maar ja, kijk, moet ik kijken, zeg. Dat hoort niet. Oh, ik ben echt verschrikkelijk daarin. Oh, ja. Allee, bij ons thuis, want dat is zo'n poetsvrouw en die poetsen dat dan wel op. En nu mag ik die al zelf gaan doen. Allee, ik had daar geen probleem mee. Ik had op internet ook, toen ik op internet zat. Maar ja, toch, dat is niet hetzelfde. Zowat. Oh ja. Ik denk dat ik binnenkort, zo keer voor mijn pauze, want ik maak nu zo meer vlogs. Omdat ik dat echt zie als mijn pauze. Ik vind het echt nog leuk. En ondertussen hebben jullie dan ook terug meer vlogs van mij. Zoals ik al beloofd. Zoals ik altijd dus beloof. Ik wil graag, omdat ik ook op TikTok zit, wil ik eigenlijk heel graag zo die filmpjes bekijken. En wat ik zo super grappig vind of zo, wil ik gewoon echt op YouTube passen op mijn, alleen mijn kanaal. Ik vind dat gewoon echt bijna grappig. Maar soms kom ik echt ding tegen. Nee, dat ik kan dat echt niet aan. En soms, hoe ga ik dat zeggen? Meestal kun je dat zo opslaan of zo, of doorsturen. Ik zet het dan zo op een groep van vriendinnen of zo. Maar echt, we liggen ons kapot daarmee. Gewoon echt zo puur als ontspanning. Ik vind het echt hilarisch. Maar echt oprecht. Ja, nou, doe ik dat voordat ik ga gaan slaan. Als ik zo alles al heb gecheckt of zo, op social media. Of zo op TikTok. Ik vind dat hilarisch echt. Dus dat is wel een nog TikToks heb gemaakt. Dus dan moet ik wel nog een keer een verandering brengen. Misschien dat ik dat ook als pauze kan zien. Misschien wel. Ja, ik zie wel. Ik ga morgen eigenlijk op mijn haar krullen. Voor naar het halen te gaan. Ik weet het niet. Ja, normaal is Ace Gaming ging. Of ja, Face Ace. Ik weet niet wat dat nu moet zeggen. Ace Gaming of Face Ace. Face Ace. Zot. Het zal gewoon Seba zijn. Seba ging normaal gezien ook eerst mee naar het bal gaan. Maar met dat hij dus in de sterrenbouw werkt. Met iemand die zelfstandig is. Is het een beetje moeilijk. Dus ja, ik moet nog een hele week in de leuk werken. En dat is echt om 5 uur op staan. Dus ja, ik vroeg het niet als dat maar begint om 10:30. We gaan daar ook niet om 10:30 toe staan of zo. Hè. Dus ja, en dat hij dan om 5 uur moet opstaan. Ja, de vorige keer was ik om 4:30 thuis. Dat zou dan zijn dat hij naar voren moest slapen. Nou ja, dat ga ik niet. Hè. Dus ik ga niet mee naar het bal. Maar waarschijnlijk wel het vrije podium. Maar zelf dat is nog niet zeker. Want hij is vandaag redelijk ziek. Hij heeft dat moeten overgeven. Dus dat is wel een tegenvaller. Ik vind het wel jammer. Maar ik snap dat wel, je kunt er echt niet aan doen dat je ziek bent. Ik ben ook al heel ziek geweest en ik ben ook uit moeten verdragen hoe dat ik was. Dus ja, ik snap dat wel. Ik kan het er echt niet aan doen. Maar ja, we zien wel. Morgen heb ik dus geen vlog met hem. Denk ik. Nee, denk ik niet. Nee, morgen heb ik geen vlog met hem. Of misschien niet van TikTok. Misschien kan ik een kleine maken. Ik ga misschien kleintjes maken. Ja, dat is misschien leuker. Ja, want ik vind er ook niet altijd op één avond bij veel of zo. Hè. Ja, ik ga het misschien zo doen. Misschien morgen, maar ik kan eigenlijk niets beloven. Ik kan nu eigenlijk niets beloven. Misschien, ja. Ik vind het een goed idee. Ja, en ook. Ja, jullie hebben allemaal nu gedaan met examens en wij moeten nu nog beginnen. Dus ik ga met naar mijn tante. Hè. Ik denk ook dat de meeste YouTubers eigenlijk echt niet meer studeren of zo. Maar ik weet het eigenlijk niet. Zijn jullie niet ouder dan mij? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Maar zo, maakt ook helemaal niet uit. Ieder zijn dingen. Ja. Dan ga ik maar even iets zoeken om te eten, denk ik. Gisteren heb ik echt super lekkers gemaakt. Maar echt oprecht super lekker. Ik had dus balletjes gemaakt. Maar dat is zo met kruiden. Zo van bij de slager. En met rijst. Met Elbri. Nee, wacht. Elbri. Hoe noemt dat nu weer? Ibli. Oei. Ibli. Deze rijst. Die is zo fucking lekker. Oh, die is echt lekker. Ik moet zeggen, dat is ook heel handig. Als ik een zakje heb. Oh nee, ik heb nog maar 1 zakje. Ik heb nog helemaal een loos. Oké, dit is gewoon zo'n zakje. Ik moet nog een minuutje stoppen. En dan ben je hier. Gebruiken. Ik had nog gewoon een rijstzoek zijn. Oh, we hebben een keer een vanavond. Ik ga misschien gewoon een beetje pasta kopen. Pasta. Met een saletje erbij of zo. Oh, ja, ik denk dat ik zoiets ga doen. Ja. Chupons.
lang dat zoiets zal zijn. Dus ik ga dat eens doen. En vanavond ga ik nog gewoon wat studeren. Maar meer weet ik niet meer. Dus als ik zei om te vloggen dan. Dus ik wens jullie een superleuke avond. En ik zou zeggen, vrijdag moeten de meesten waarschijnlijk al een rapport gaan. Voor een de punt 2, of course. Dus heel succes. Ja. Bye!